Wat doet hij? Wat doet je man? Oh, dan mis ik de O! Hallo mensen, welkom! Waar welkom? Nee. Hallo. Staat het is? Wat? Waar zijn we welkom? Waar doet mijn controller? We zijn welkom bij een... Doet je controller niet? Hij doet het nu wel, maar ik moet even op start drukken. Oh, overtreding! Ja, nee, sorry, het is mijn schuld. Ah, voor jou? Wat? We hebben niet eens welkom gezet. Dus FIFA Bulls, als je het al had gehoord nu bij onze rage. En gezien? En gezien. Ik zou hier een penalty voor krijgen, je weet maar nooit. Nee. Natuurlijk niet. Ik haal niemand neer. Ik haal mezelf neer. Wel, je ging een sliding doen om mij te misleiden. Ja, oh. Ja, het is een misleidende actie. En we hebben allebei Rubino erin. Ja, dat is weer Rubino tegen Rubino, het originele schouwspel. Maar het begon in 2 seconden alweer een overtreding voor niks. Ja, en ook nog voor jou. Terwijl ik en er was trouwens een update, maar... Ja, dat was van League Play, dus we gaan nu alleen maar op League Play letten. Oh, jammer. Oh ja, want Ultimate Team. Oh ja, niemand boeit het eigenlijk omdat het gratis is. Ja, dat is geen zaak interesseert. Is het gratis? Oh! Ja, dan vindt niemand het meer leuk. Dat is een rood kaartje, denk ik. Dat moet je even niet meer doen. Ik krijg helemaal niks van. Ah joh. Ik haal we zijn even rustig aan het beginnen. Ja, oké. Okay. Heb ik Jules? Ja, Jules. Oh shit. Dan ga ik hem al dood. Dat was niet met het filmpje, toch? Nee, maar Jules is een man. Jules is echt een man. Jules is een goede man, laat ik daarop houden. Goed te zien. Dat is de nieuwe Rubino, want kijk. En Rubino tikt hem erin. Hier is Jules en Rubino, master team. Jules en Rubino, ja. Meer hoef je niet te hebben. Oké. Okay. Ik kan Messi en Ronaldo hebben, maar ik kan ook Rubino en Jules. Ja, dan heb je hetzelfde duo. Ja. Weer! Dat mag niet hoor! Voor mij! Ook nog van ja! Maar weer vanaf de aftrap, wat is dat? Weet ik niet, het is een bug. Jongen, fix hem. Oh, net zoals met alle 4-15 en ding. Iedereen ik zo goed. Midden. Oh nee! Ja, zie je, drie team! Dat is je hoort een onze score. Savanier. Savanier. Man, zo kan ja, maar Scholz gaf de bal op Savanier, hè? Ja, oh, was nee, Rubino, nee, Rubino gaf hem, hoor. Rubino. Ja, maar Scholz gaf hem op Rubino. Ik speel iedereen eruit. Jij wordt helemaal overlopen, joh. Nou, hij viel mee. Ik speel iedereen eruit. Hoppakee. Bam! Naar voren, aanvallen. Counter. Oh, nee. Toch niet. Oh, Scholz, mooie actie. Kut, Scholz. Kom hier. Oh, Rubino. Panel. Ja. Panel. Ja, wat? Mij lag toch hier? Ja. Hé, hoe moet je? Ja, rot toch op. Jij. Kom hier. Ja, geef een kaart voor jou. Ik kon de rebound erin koppen. Dat is toch rood dan? Oh. Ja, kijk, ik kop hem erin dan, hè? Shit. Vind ik wel lullen. Dit vind ik lullen. Ik kan die stick al niet bewegen. Ja, mist je. Ja. Gewoon gelijk door. Maar dat is gewoon rood. Dat vind ik wel jammer, hè? Dat verpest het spel weer een beetje. Ja. Geen ka... Dat vind ik... Nee. Als dat rood is, jongen! Oh, geel. Rubino ook nog. Hij is geblesseerd. Dan pakte ik hem, hoor. Greep je. Druk die B in. Je fluit aan me voor, ja. Ja. Kom op, wat is dit? Spark. Mag echt niet. Oh, shit. Nee, ja, Rubino, die is te goed. Deze man is helemaal dood. Kijk, hij kan niet meer hard. Oh, mis. Ah, Rubino. Dit is best wel slecht eigenlijk, nu ik het zo kijk. Je schrikt hem heel droog, keeper. Ja, nee. Dit is niet echt het beste spel te kennen. Kijk die lucht trouwens, allemaal vierkantjes. Dat moet een nacht voorstellen of sterren of zo. Kun je wat het moet? Er was één grote ster daar rechts, boven het gebouw, zag je die? Nou, weet ik niet, maar... Zullen we wel zien. Eén groot wit. Oh! Dat is oh, dat is niks. Dat is gewoon een vrij trap. Nee, gewoon een vrij trap. Misschien zelfs voor jou. Maar die scheidsrechters, die worden helemaal wild. Kijk, ze zitten dan in het hokje zo, ja. Bij de scheidsrechters. En gaan ze beslissen welke scheidsrechter de wedstrijd toegekend krijgt. En als die... En dan hoor je zo, FC Lund tegen voetbalkneuzen. Nee, oh. Nee, die wil ik niet. Nee. Nee, niemand. Dan word je op afgestraft. Oh. Dan word je op afgestraft dan, hoor. Dan gaan ze gewoon woest worden. Als je tijdje fouten, ja, maar we zijn wild. Dan gaan ze loodjes trekken. Dan gaan ze loodjes trekken. Ja, dan gaan ze loodjes trekken. En nu is deze ongelukkige. Ja, Hans de Notenboom. Ze pesten er altijd een, want dan stopt ze alleen maar zijn naam als loodjes erin. Oh, pest. Nee, soms hebben we zo'n rode scheidsrechter. Oh, ja. Of soms ook die kaal, hè? Ja, die kaal, maar die dat is echt een lul. Ja. Oh, niks. Deze man die mag ik ook niet hoor, hè? Die scheids. Hij doet helemaal niets.
Hij is bang. Is hij bang? Is hij bang voor Rubino? Want daar zijn er twee van. Daar zou ik wel bang zijn trouwens. Ik zal even naar die scheids toe rennen. Of die... Ja, hé, hey, wat ga jij fluiten? Hoppakee, weg die bal. Ja, goed gedaan. 3-0 voor. Goed gedaan, ja. Is dat 3-0 voor? Wat dan? Maar kijk, dit is een mooie actie van Schulz, hè. Hij mist hem wel. Hij mist hem. Maar Rubino kopt hem erin. Misschien, weet je niet. Hij kopt hem erin, dat zag je toch? Nee, ik zag helemaal niks. Oh, ik ook niet. Ik ontken het. Nee! Twee, oh, die hebben we ook nog natuurlijk. Die hebben we nog niet gezien. Nee, maar die is ook heel slecht. Hij is helemaal boos. Je haat Rubino, ja, Rubino nog steeds. Rating was 60 en hij 80. Ja. Oh. Ik was helemaal niks van. Wel hoor. Ja? Je moet er alleen goed mee omgaan. Dat doe je niet. Je klopt wel. Kijk, hij is gewoon heel goed. Maar heel veel knoppen werken ook niet bij mijn controller. Oh, bij mij werkt helemaal niks. Ik kan ook geen hoge steekpaas doen ofzo. Mijn controller is voor iemand die handen heeft de grootte van Eiffeltorens. De Eiffeltorens? Ja, meerdere Eiffeltorens. Elke vinger is een Eiffeltoren. En dan een keer mijn controller goed vast hebben. Waarom is dat wat? Voor jou ook weer! Ja. Ik was in de aanval. Leuk. Vuile hond. Zo. Ik wou gewoon een keer een sportieve wedstrijd. Jij verdient gewoon om door te gaan een keer. Ja. En dan gebeurt het dit weer. Ook gelijk afgestraft. Ik ken de reputatie van de spelers van mij. Oh. Ja, hij zou sowieso daar ook weer fluiten. Ja. Dat is voor een gozer op de tribune krijgt dan de fluit. Weet je nog, zoals die vorige, die had geen zin om een fluitje omhoog te doen. Nee, hij heeft er wel zin in. Dat wel, maar hij heeft te vaak veel gezien. Zin. En is het doen. En is het... Oh, mijn speler werd even neergehaald buiten de deel. Oh, Schulz. Oh. Krachtig schot. Oh ja, hij is dat... Oh. Oh ja, hij stond te janken. In het zag je dat? Hij stond te janken in het doel, moet je kijken. Kijk! Oh. Jank, joh. Oh. Hij is helemaal droevig. Oh. Mijn man is steeds droef. Hij had echt gewoon heel mooi kop en een mist in volledig. Huppakee, gaan. Go, Rubino. Pak ze aan. Oh, shit. Schiet, mis. Waar was het ook heen? Nee. Zo stom zijn. Ja, dan zou ik het spel afsluiten. Hè? Ja. Gewoon weg. Ik kom level gelijk. Al meteen. Oh. Maar dat kan meestal niet. Je kan niet wegklikken. Zou je willen met FIFA World? Je moet eerst 20 jaar wachten. Een vries die. Is het voor mij? Nee, niet eens. Ja, op mijn volgende nemen. Je weet het niet. Je weet het maar... Nee, dat klopt. We weten het niet. Vang hem! Ja, dat is echt een harde bal. Echt moeilijk hoor. Zo oh, stel je voor. Stel je voor, hij rolt het nog even. Dit ben je. Ah, dat is een mooi goal. Ja, die meende je. En weer hij. Weer Rubino. Scoort hij niet. Maar die scoort nou die ene wedstrijd. Volgens mij heb ik echt elke wedstrijd gewoon met gescoord hoor, dat ik hem erin had. Nee, niet elke wedstrijd. Eén keertje niet. Want toen had je hem, toen had je hem trouwens niet in, nee. Oh joh. Oh. Nee, ik zeg ook wat is dit agressief spel? Ja, ik word wild. Wat is dat voor? Ik wil de vijfde maken. Mis. Heel erg. Heel erg graag zelfs. Wow. Je wil 5 goals. Dan is je 5-jarige trouwdag. Nou, ah, maar hij miste de bal. Toch nog een poging. Deze is geen opgever. Nee, geef niet op. Hij loopt niet droevig weg. Nee, zeker niet. Stil als die andere man. Als hij mist, dan gaat deze door. Die was gestopt met zijn carrière. Die is eruit. En voor mij ook hem echt verwisseld, die gozer. Ja, dat zou best kunnen. Dat wou ik ook. Hup. Pak nou een keer iemand. Huppakee. En dan hoef je die bal niet meteen zoveel weg te trappen. Ja, maar die bal heb je gezien. Je hebt gewoon tegen me zijn. Oh, weer een doeltrap. Loser. Iedereen helemaal uitgeput. Ja. Ja. Niks! Corner! Sjoe. Ja. Oh, hij werd echt vol op de bek gehaald, joh. Dat is een mine op mijn team, is echt heel slecht. Ja, nee, jij kan gewoon niks. Oh joh. Hij keeper. Wat doet hij? Wat doet je man? Oh, dan mis ik nog. Oh! Dan mis ik hem nog. Het laatste deed ik zelf. Ik wil even naar de keeper toe lopen hoe het met hem ging. Want dat deed echt heel. Het is afgelopen, ik win 4-0. Gaat altijd weer snel. Je hebt geen ene kans ook. De laatste die je me gaf. Nou oh ja. Het is afgelopen, het is einde. Ja, volgens mij heb jij gewonnen. Ja, je hebt gewonnen.
Ja, met hoeveel ook alweer? 04. Oh, dat zijn grote cijfers, man. Dat zijn grote cijfers. Nou, daar sluit het dan maar even mee af. Laat een reactie achter. Abonneer, nu. En nu, meteen klik nu. Ja, je kan ook op like drukken. Kan ook. Ik heb liever dat je op dislike drukt. Of nee, op de video's van Frank. De video's van Frank. Dan mag je disliken. Maar goed, dit was het weer. En veel gameplezier. Nou, doei!